Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het goed gaat. Ik kan al wat, maar kan ook een beetje lomp zijn. Ja. Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Mandy en ik ben vandaag zonder Merel. Maar dat komt omdat ik vandaag voor Merel een cadeautje ga maken voor haar verjaardag. Ze is binnenkort jarig. En ik ga een hele leuke DIY doen. Even muziek te maken. Je ziet hier ook al wat spulletjes liggen. Ik vind het zelf super leuk en ik hoop echt dat het gaat lukken. Want wat ik namelijk ga maken is een klok van een LP. Ja, dan denk je, hoe, wat? Dat ga je allemaal zien in deze video. Ik heb hier ook al wat spulletjes klaar liggen. Ik zal ook laten zien wat je nodig hebt. Ik heb dus een oude klok gekocht bij de kringloop, die het nog wel doet natuurlijk, want ja, hij moet natuurlijk gewoon wel kunnen lopen. Maar ik ga dit er dus allemaal afhalen. En ik heb ook oude LP-platen gekocht, dus dat ga ik straks allemaal in elkaar zetten. Maar ik ga eerst beginnen met het verven van het middelste deel. En wil ik er misschien leuke doodles op gaan maken. Ik hoop in ieder geval dat het gaat lukken en dat het leuk gaat worden, want jullie gaan het nu zien. Oké, de tafel moet niet vies worden, dat gaan mijn ouders niet waarderen. Dus ik ga eerst even wat kranten neerleggen. Dat is een handige tip. Nou, ik voel me echt een profi persoon. Dit is ook echt nog verf vanuit de eerste klas. Dus denk ik echt al 4 plus 4. Ik denk echt al 8 of 9 jaar oud, maar deze verf doet het hopelijk nog. Ik heb niet per se een plan. Ik ga er gewoon overheen. Oh, het dekt wel goed. Oh, yes. Yes, yes. Welkom bij Mandy's Knutselkanaal. Ik wil altijd een leuk origineel cadeautje geven, weet je wel. Ik dacht, nou, dit is oprecht wel heel leuk. Ik heb er ook nog wat andere kleine dingen bij gedaan hoor. Niet dat ze alleen maar een klok krijgen. Oh, wow, dit lijkt echt op een magisch goedje nu. Look at this. Het lijkt ook een beetje op Fanta. Maar ik zou het niet op drinken. Ondertussen dat de LP gaat drogen, heb ik er gereedschap bij gepakt. En de klok. Dit ga ik namelijk uit elkaar halen. Ik heb namelijk de wijzers nodig. En dit achterste dingetje waar de batterij in gaat. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het goed gaat. Ik kan al wat, maar kan ook een beetje lomp zijn. Ja. Maar we gaan het gewoon proberen. Ja. Even denken. Wat is slim? Er zit hier wel iets wat los kan. Maar hoe? Oh, wat ga ik helemaal doen met die schroefdraaier, joh. Ik kan het gewoon makkelijk zo een beetje duwen. En dan gaat het eraf. Jij, wow, dit ging zoveel makkelijker dan ik had gedacht. Nou, dan heb ik hier dus nu het glas. Die leg ik dan eventjes aan de kant. Met een DJ. Ik ging even een video opzoeken hoe je dus die wijzers eraf haalt. Maar die man die doet, steekt er gewoon een mesje onder en dan gaat het eruit. Maar je maakt het toch kapot? Hoe zit je het dan weer in elkaar? Ik durf niet, is gaat het kapot. En dan heb ik niks meer. Ik deed gewoon. Ja. Soms moet het in het leven. Gewoon doen. Ja. En dan moet ik dus nu dit achterste deeltje losmaken. Ik heb hier dus de wijzers. Die leg ik even voorzichtig aan de kant. Yeah. Dit ging echt zoveel makkelijker dan ik had verwacht. Ik dacht echt, dit gaat mij niet lukken. Oké, ik heb dus de wijzers kunnen loshalen. Ik heb hier dus losse wijzertjes. En ik heb dit dingetje waar dus de batterij in moet. Ondertussen dat ik aan het wachten ben op het drogen van de LP, heb ik iets anders bedacht. Ik heb namelijk
dit ronde glaasje over. Ja, die zat natuurlijk bovenop de klok, maar die klok gaan we niet opnieuw dicht doen. Dus ik heb hier helemaal niks aan. En het is ook weer een soort zonde om weg te doen. En wat ik dus de laatste tijd wel eens zag voorbij komen op Pinterest, was een glas waarop dan een tekst staat van Spotify met een leuke foto erboven. En ik dacht dat het wel heel erg leuk zou zijn om dat te maken. Voor Merel ook, om erbij te geven. Ja, ze mag het ook weg doen als ze stom vindt natuurlijk. Helemaal geen probleem. Maar ik dacht, nou, we kunnen het ook even recyclen. Ik heb dus een tekst uitgeprint van een Spotify nummer, To Be Young. En dan ga ik dat straks overtrekken en een leuke foto die ik erboven wil plakken. De foto moet je dus goed bewaren, want die ga je later op de bovenkant plakken. Ik leg hem neer en dan plak ik hem vast. Dan zit dat dus even vastgeplakt, zodat als je hem om gaat draaien en neerleggen, dat het niet gaat verschuiven. Dan kan je het makkelijker overtrekken. Dat plaatje hoef je niks mee te doen, maar dat is gewoon even voor dat je weet waar die ongeveer komt te zitten. En ja, wat je dan nu eigenlijk kan gaan doen, is het over gaan trekken, de dingetjes die je wil, met de pen. Ik heb in ieder geval een rechte lijn kunnen trekken, dus dat is al mooi. Dan ga ik nu ook het stipje erop zetten. Nou, op zich, het is niet het mooiste ever, maar je kunt het wel zien en je kunt het lezen. Wat ik dan ga doen is een fotootje uitknippen en dan kan ik die erop plakken met dubbelzijdige tape. Dan is nu dus de dubbelzijdige tape eraf en dan moet je goed kijken op welk plekje je hem wilt plakken natuurlijk. Even goed aandrukken dat hij goed op blijft zitten. Ik vind hem best wel cool geworden. Het had nog veel mooier en beter gekund, maar ik had het ook erger verwacht. Ik vind hem heel erg leuk. Ze kan hem zo neerzetten of ophangen, wat ze er zelf mee wil doen natuurlijk. Nou, de LP is opgedroogd. Het middelste is dus nu helemaal geel. Ik heb even op een blaadje de doodles uitgeprobeerd hoe ik het misschien ongeveer wil gaan doen. En ik denk dat ik maar gewoon ga proberen, want stel mislukt het, dan kan ik er altijd weer overheen verven. Gaat tot nu toe nog goed, gelukkig. Oké, ik denk dat het dus is gelukt. Ik denk dat hij dus af is. In ieder geval het printje. Ik vind hem echt heel erg leuk geworden. Dit staat hier dus nu op. Allemaal leuke Speak Your Mind doodles. Dan hebben we nu het achterkantje van de klok nodig. Het dingetje waar het batterijtje in gaat. En ja, het mechanisme zeg maar waar het op draait. En dubbelzijdig tape. Ik heb gewoon zo'n dubbelzijdig taperol gebruikt. Dus dat denk ik ook kunnen doen met hele sterke lijm of zo. En dan plak ik dus dit stukje hier op de ene kant. En ook op de andere kant. Zo. En dan knip ik het overige deel eraf. Zo. En dan leg ik deze neer met de goede kant naar boven. Zo, hierop. En dan ga ik goed kijken, want het zit natuurlijk gelijk vast. En dan ga ik hem voorzichtig aanduwen. Dan pak ik dus de wijzers erbij. En dan gaan we die er weer opzetten. Het gaat echt best wel makkelijk. En dan de bovenste, waar ook zo dat balletje in zit. En ik heb hier een haakje. En op dat haakje heb ik weer een stukje dubbelzijdig tape geplakt. En die ga ik dus hier opplakken, zodat ze hem kan ophangen. Oké, alles zit erop. Ik heb een batterij gepakt. Nu gaan we testen. Ja, kijk nou, hij loopt. Oh, dit is echt heel leuk. Ik ben er erg blij mee. En nu gaan jullie zien wat Merel de reactie is. Oké, het is het handigste als je eerst het kartonnen ding eruit haalt. Eruit trekt, als het lukt. Voorzichtig. En die tas moet je ook voorzichtig mee zijn, want die kan ook breken. Als in... Oh. Ja. Moet dit hier... Ja, dat zijn allemaal losse dingen. Die moet je eerst even openmaken, ja. Die zit namelijk in wat ik zelf heb gemaakt. Oké.
Ja, nee, het zit in nog iets volgens mij. Ja, dat is de achterkant. Je moet even... Kapot cool! Ja! Wat leuk! Er zit ook nog een batterij in het tasje dat hier kan werken hoor. Maar ik dacht, dit er niet in. Echt heel leuk! Ik moet het even eraf halen, kan je het beter zien. Ja, probeer het, maar ik wil het niet slopen. Echt heel ja? Leuk. Ja? Ik heb er ook een haakje op gemaakt zodat je hem echt kan ophangen. Wat leuk. En ik heb geen klok in mijn kamer. Nee, daarom. Super. Dat had ik gevraagd. Ja. Dus ik dacht, oh, dat is wel echt heel leuk om echt zelf te maken. Heel leuk. Ja? Ja. Kijk ook wat voor doodles. Alles is af. Ik zit hier met troep. Ik ga het lekker opruimen. Maar als jij het leuk vond, laat dan eventjes een blauw duimpje omhoog achter. Leuke reactie als je dat leuk vindt. En vergeet niet te abonneren. En laat even weten als je zelf ook zoiets leuks hebt gemaakt. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!